Zo'n klus dat de Koninklijke Landmacht de begeleiding op zich heeft genomen en gistermiddag de tank al ophaalde bij Oorlogsmuseum Overloon. En dat kostte nog best wat moeite. Een enorme hijskraan moest de tank voorzichtig op een dieplader takelen. Dat ging gelukkig goed. De Cromwell tank werd vervolgens naar de landmachtbasis in Garderen gebracht. Om uiteindelijk vanochtend vroeg aan te komen in Rotterdam. En dat was best spannend. Je krijgt maar één kans om hem goed neer te zetten. Het is best lastig om hem op zijn plek te zetten. Het is al wat ouder, dus hij is best wel kwetsbaar. Ook al ziet hij er nu heel stevig en sterk uit. Het is toch altijd maar weer de vraag hoe hijsen we hem op vanaf het transport. Wat al een lastige kan zijn tot aan het neerzetten. Dit is een tank van de Engelsen, een Cromwell tank uit 1944. Heeft de laatste barrage, de laatste aanval meegemaakt bij de slag bij Overloon. Daar is de Duitse linie uiteindelijk doorbroken. En bij die allerlaatste aanval heeft deze tank het leven gelaten. Van binnen, want van buiten kon hij worden opgeknapt en kreeg hij uiteindelijk een vaste plek in het Oorlogsmuseum Overloon. Maar nu kunnen de bezoekers van de kunsthal hem dus bewonderen. En daar is het museum maar wat blij mee. Trouwens, de handjes hoeven niet op de rug. Ja, je mag hem aanraken en je mag er ook omheen lopen. En het is de afmeting. En kijk, we kennen de tanks uit films en we kennen de tanks misschien uit plaatjes. Maar nu heb je hem in het echt. Dat is toch altijd wel een beetje leuker dan zomaar van het scherm.